Justitieminister Kenneth Amoksi is niet formeel geïnformeerd over het beraad van de Surinaamse Politiebond met andere vakorganisaties. Diverse bonden zijn in beraad en overwegen om in actie te gaan. Vandaag, voor de Raad van Ministers, zei Amoksi wel via andere wegen te hebben vernomen dat de vakorganisaties bij de politie aan tafel is gegaan met de andere bonden. Ik heb niet formeel, ik ben niet formeel aangeschreven door de Surinaamse Politiebond. Ik heb wel een motie. Ik heb wel een motie ontvangen. Ik heb dus niet formeel een brief ontvangen van ze, maar de motie is er. En als er eventuele initiatieven vanuit het bevoegd gezag genomen mag worden, dan zullen we met die motie werken. De politiebond geeft middels een schrijven aan dat zij in beraad gaan om daarna over te gaan tot actiemodellen vanwege ontevredenheid over een aantal zaken, zoals de dalende koopkracht. Amoksi wilde niet verder ingaan op het commentaar van de politiebond over de recente aanpassing van de belasting over toegevoegde waarde. Laat mij ook aangeven dat ik ook geen conflict heb met nog de BBS-bond, nog met de bond bij de brandweer, nog met de bond bij KPA. We waren wat zaken overeengekomen. En gisteren nog is er naar mij toe gebeld om te vragen als die zaken geïmplementeerd zullen worden. Ik heb ze die garantie kunnen geven dat voor wat betreft de TWK over oktober en de betaling over november, dat die gewoon eind november worden uitbetaald. Dat is, die garantie heb ik. De justitieminister zegt dat de overheid wel in overleg is met enkele vakorganisaties. Er is een team van clusterministers die verder zal onderhandelen over de recente ontwikkelingen.